BNP Paribas Fortis stelt voor. Deze maand legt Jim Collier, de regisseur van Bevergem, de laatste hand aan zijn speelfilmdebuut, Cargo. De film is op alle vlakken geen makkelijke bevalling geweest. We hebben 5 jaar geschreven aan het scenario. En dan ga je naar de shoot die echt die loodzwaar was. Met je acteurs ook, dat je echt op zoek moet gaan naar die juiste toon. Want van het moment dat je een wereld neerzet waarin dat vissers te veel spreken of dat ze te veel emotie tonen, dan weet je dat je niet juist bezig bent. En dat is een heel moeilijke balans. We zijn met onze boot al 5, 6 Beaufort op zee gegaan. Die boot gaat zo en eigenlijk op je monitor zie je de boot die zo doet. De geur van die diesel. Hey, dat zijn allemaal dingen die meespeelden tot het feit dat je strontziek overboord hangt. Ik denk dat dat net de sterkte moest zijn van Cargo. Dat niet evident is en dat de verhaal is die heel moeilijk moest verteld worden. En dat proces ook niet evident ging zijn, want anders ging het ook al gedaan geweest zijn, denk ik. Ook te verwachten in de zalen in de loop van het jaar, Charlie en Hanna gaan uit. Een prettig gestoorde praatfilm over een avondje uit in het leven van 2 Vlaamse twintigers. Heel onze generatie heeft iets heel hopeloos en zoekend. En het is echt een poging. Een poging om gelukkig te zijn, wil ik nu zeggen. Dat geloof ik toch zelf. Ja, gewoon zoekend, hè. Zoekend, ja. Dat is de film ergens ook, als in dat je niet formuletjes gaat zien of trucjes. Het is gewoon, kijk, die zijn aan het spartelen. Misschien moeten we hem wel eens testen. Staan. 7 op 10. Het is niet te vatten, het is geen genre. Het gaat niet over waar het over gaat. Het is veel te complex. Ja, ik kan 17 sigaretten slikken. Toch, je kunt dat zo niet uitleggen en je moet gaan kijken omdat sommige dingen gewoon niet uit te drukken zijn in woorden. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.